Kas Oude Avenhuis, jij bent degene die facilitair medewerker is van Heracles Almelo en je begeleidt het proces een klein beetje over de vervanging van het kunstgrasveld. Dat klopt helemaal, ja. Wat zijn de verwachtingen? Wanneer is het kunstgras eruit en wanneer komt het nieuwe erin? Ze zijn vandaag zijn ze begonnen met het verbouwen van het veld. De bedoeling is dat vanmiddag het eerste deel van het kunstgras eruit gaat en dat morgen einde dag het hele kunstgrasveld eruit is. Dus met andere woorden, morgen aan het einde van de dag is het kunstgras een verleden tijd? Dan is het kunstgras een verleden tijd in Almelo. Hoe lang heeft het erin gelegen? 20 jaar. 20 jaar hebben we kunstgras gehad. Dus dat betekent dat het eigenlijk een emotioneel afscheid is? Het is zeker een emotioneel afscheid. Het is iets wat natuurlijk wel bij de club 20 jaar heeft gehoord. Waar veel projecten op zijn gevoetbald, zowel maatschappelijk voor ons belangrijk is geweest. Dus het kunstgras heeft ons zeker ook wat opgeleverd en betekent hier. Jij zegt morgenmiddag dan is het hele kunstgrasveld eruit. Hoe lang duurt het dan voordat het natuurgrasveld erin ligt? We gaan echt van onder naar boven helemaal opbouwen. Dus er komt een krattensysteem onder voor wateropvang tot aan een nieuwe beregening, veldverwarming. Dus echt de opbouw duurt wel even. De bedoeling is in eind juni, begin juli dat de zoden op gaan liggen. Dus dan zijn we een dikke maand, anderhalf maand verder dat het ook echt groen is weer. En de bedoeling is eigenlijk dat we begin augustus het ook echt af hebben. Want 9 augustus begint de competitie weer. Dat betekent dus dat het oefenprogramma voor het eerste elftal een klein beetje in gevaar komt? Nee, zeker niet. Want we hebben hiernaast een trainingsaccommodatie waar sowieso één goed grasveld al ligt. En het tweede grasveld is op dit moment staat op het punt ingezaaid te worden. Dus tegen die tijd hebben we twee goede velden. Jullie zijn vanmorgen, een dag na de Pinksteren, begonnen om 6 uur. Ja, we zijn eigenlijk gisteren op tweede Pinksterdag al begonnen met een deel ontruimen. En vanmorgen om 7 uur stonden de ploegen paraat. En het zullen wat langere dagen worden af en toe. We gaan afhankelijk van hoe het loopt en of het allemaal goed gaat volgens planning. Maar ja, het zullen af en toe dubbele sessies worden, denk ik, hier qua werktijden. Jij bent in dienst van de Heracles Almelo. Hoe leuk is het om dit te mogen begeleiden? Ja, fantastisch. Dit zijn projecten die je niet alledaags mee gaat maken. En toen ik hier kwam, wist ik dat dit project erbij hoorde. En daar zijn we 1,5 jaar mee bezig geweest. Dus het is voor mij echt wel echt tof dat we ook echt vandaag beginnen.